Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Ludwig van den Hoven. Ik sta op de tweede plaats in Limburg voor Vlaanderen op de SPA-lijst. Ik heb al een lange staat van dienst achter de rug. Ik ben onder andere 18 jaar burgemeester geweest van Sint-Truiden, 6 jaar deputé, 4 jaar senator, bijna 6 jaar federaal volksvertegenwoordiger. Waarom ben ik nu kandidaat voor het Vlaams parlement? 1. Dit heb ik nog niet gedaan. Als ik dit kan lukken, dan heb ik alles gedaan. En 2. Omdat een aantal thema's waar ik mee bezig ben, van federaal naar Vlaams gegaan zijn. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik denk dat de politiek tegenwoordig veel te veel berekeningen maakt en allerlei toestanden. Ik denk in de politiek moet je dingen willen veranderen. En ik ben meer dan 30 jaar in de gemeenteraad. Ik ben 18 jaar burgemeester geweest van Sint-Truiden. Ik ben meer dan 10 jaar parlementair geweest, 6 jaar deputé. Dus om te lachen zeg ik altijd, het enige wat ik nog niet gedaan heb, is eigenlijk het Vlaamse parlement, vandaar. Maar dat is, daar zitten natuurlijk ook andere redenen achter waarom ik dat wil doen. De reden waarom ik nu naar het Vlaams parlement zou willen komen, is dat 1, ondertussen heel wat bevoegdheden zijn overgeheveld van België naar Vlaanderen. Maar 2, omdat ik inderdaad ook denk dat het goed zou zijn dat het Vlaams parlement iets meer zou werken dan, iets op de gelijkaardige manier zou werken dan het federaal parlement en vice versa. Ik denk dat dan de werking van het federaal parlement wel een aantal nadelen zijn, maar dat er aan de werking van het Vlaams parlement ook een aantal nadelen zijn. En overal waar ik geweest ben, wil ik altijd dingen veranderen. Dat botst soms, maar dat is juist het uitdagende ervan. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb de quote uw zekerheid gekozen. En dat gaat dan niet over, want ook de partij heeft die slogan. Maar ik had die slogan ook bij de verkiezingen, zowel bij de gemeente of bij de stad als bij de provincie in oktober. En ik heb toen heel goed gescoord. En uw zekerheid slaat dan eigenlijk een beetje op mij. Ik bedoel, als je 30 jaar meedraait, en de mensen hebben het al, ik denk dat nu de 18e keer is dat ze voor mij kunnen stemmen, en blijven toch in grote getale op je stemmen, dat is een teken dat je eigenlijk toch een stukje zekerheid biedt voor die kiezers. Vandaar de quote, uw zekerheid. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ja, ik heb één groot voorbeeld. Dat is Willy Klaas in Limburg. Toen ik begon in de partij was hij de grote baas. Achteraf is dan Steve Stevaart gekomen. En ja, ons socialisme is nogal een beetje een eigen socialisme, waarbij je een goede mix hebt van uiteraard het Vlaamse socialisme, maar toch ook nogal een stuk de impact van Wallonië, van de PS, omdat we toch nog heel wat gemeenten en steden hebben die vlak aan de grens liggen, zoals mijn eigen stad Sint-Truiden. En je merkt toch wel dat dat een specifiek wat emotioneler, harder cachet geeft dan dat socialisme. En dat maakt het denk ik in Limburg zo plezant om socialist te zijn. En dat refereert ook al een beetje naar wat men nu tegenwoordig een beetje negatief de oude politieke cultuur noemt. Ik vind daar niks negatief aan. Ik bedoel, ik ben natuurlijk begonnen begin jaren 80. Ik hoor nu vaak zeggen dat is de politici van de vorige generatie, van de vorige eeuw. Dat klopt natuurlijk, maar was de vorige eeuw er niet geweest, dan zou de huidige eeuw er ook niet geweest zijn. En dat is denk ik wat veel politici van de huidige generatie vergeten. Dus ook daar denk ik dat je moet meedraaien of mee evolueren met de maatschappij. Maar de politiek heeft een aantal eigenheden die 100 jaar geleden zo waren, 200 jaar geleden zo waren en die ook binnen 100 jaar nog zo zullen zijn. En misschien wordt dat wel een beetje onderschat door een aantal jongeren die spreken over de politici van de vorige eeuw. Dus geef mij de generatie van Willy Klaas maar. Wat zijn uw politieke interesses? Wel, mijn thema blijft, dat is misschien een beetje raar, nu naar het Vlaams parlement, maar blijft veiligheid. Ik heb me daar altijd op geprofileerd en dat interesseert mij ook enorm. Maar goed, ook van veiligheidsthema's zijn ondertussen een aantal naar het Vlaams niveau verschoven. Veiligheid in de strikte betekenis van het woord is nog altijd federaal, maar alles wat preventie aangaat, een aantal andere thema's er rond zijn Vlaams geworden, dus zeker een vast veiligheid. En dan voor het overige, want dat is ook wel een van de redenen waarom ik naar het Vlaams parlement wou. Ik ben 6 jaar deputé geweest en daar was ik in Limburg vooral bezig met het klimaat, met natuur, met groen, met dierenwelzijn. Eigenlijk zijn dat allemaal thema's die hier komen liggen. En natuurlijk als je 18 jaar burgemeester geweest bent en nog altijd in de gemeenteraad zit, volg je ook de gemeentelijke thema's, die zitten ook allemaal hier. Dus laten we zeggen, allemaal thema's die ondertussen Vlaams geworden zijn, maar die toen ik in de politiek stapte eigenlijk nog allemaal federaal waren. Wat kan er anders en beter in de politiek?
Ja, ik denk in alle eerlijkheid dat de politiek één moet veel eenvoudiger taal spreken. Ik merk dat nu ook weer in de campagne dat ik soms mensen tegenkom die zeggen, ja, maar ik hoor je op televisie en u begrijp ik en veel andere van uw collega's van welke partij dan ook, die begrijpen we niet. En hier en daar ook anders een kwinkslag tussen, in plaats van altijd te doen alsof het toch zo serieus is. Het is natuurlijk serieus, maar door precies altijd serieus te doen, begrijpen de mensen het vaak niet. En dan twee heb ik de indruk dat heel veel jonge collega's wel heel vaak zeggen van, wij moeten meer tussen de mensen zijn, maar ze zijn ondertussen niet tussen de mensen. En als ze dan tussen de mensen zijn, dan zijn ze met de sociale media bezig. Dus ik denk dat als ik één boodschap zou moeten geven of mogen geven, dan is dat probeer zo eenvoudig mogelijke taal te spreken, de taal van de straat. En probeer ook zoveel mogelijk tussen de mensen te zijn. En ik moet zeggen, ik betrap mijn eigen daar soms zelf op. Als je in bepaalde groepen komt, dat je zegt, oké, je komt hier niet elk ogenblik of elke dag of elke week of elke maand. Maar je moet je aanpassen en niet omgekeerd. En ik denk dat serieus onderschat wordt in de politiek en dat dat ook een van de problemen is waarom die kloof tussen de burger en de politiek er is. Daar worden termen gebruikt in parlementen, maar ook in de gemeenteraad. Het is ongelooflijk ingewikkeld geworden. Je moet bijna tegenwoordig, zelfs als je gemeenteraad zit of Schepen in een gemiddelde of zelfs een kleinere gemeente zijn, moet je erop studeren. Dat is volgens mij trouwens antidemocratisch. Dus laten we het maar eenvoudig houden of misschien terug wat eenvoudiger maken. Dat is volgens mij de boodschap. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, ik heb eigenlijk een voorwerp meegebracht, iets wat ik ooit gekregen heb, ik denk in 2012. Dus het is de Gouden Poot Award van Gaia. En ik heb die toen al gekregen omdat ik heel veel voor dierenwelzijn gedaan heb op gemeentelijk en stedelijk vlak. Onder andere, we hebben in Sint-Truiden, wij hadden de eerste dierenpolitie. Waar de eerste stad die wilde dieren in het circussen verbood. Maar deze heb ik eigenlijk specifiek gekregen omdat ik erin geslaagd ben om de toenmalige federale wet nog op het dierenwelzijn artikel 1 te wijzigen en eigenlijk seks met dieren te verbieden. Dus eigenlijk tot 2009 of 2010, toen dat goedgekeurd is, was seks met dieren officieel niet strafbaar. En via het wijzigen van een paar woordjes in dat eerste artikel is seks met dieren verboden. En daar ben ik bijzonder fier op, omdat het ook een beetje symbool staat voor... ik zeg altijd, ik ben voor de sukkelaars, ik ben voor de mensen die zichzelf moeilijk kunnen verdedigen. En daar zijn dieren eigenlijk ook een beetje symbool van, niet dat ik mensen met dieren wil vergelijken. Maar ik vind dat is sociaal nogal belangrijk en dat typeert ook een beetje dierenwelzijn. En dierenwelzijn is nu heel hot, heel in, maar ik weet toen wij de eerste voorstellen qua dierenwelzijn deden. Toen ik met voorstel kwam van de dierenpolitie, lag mijn coalitie door mijn avond. Iedereen vond dat natuurlijk absurd dat de politie zou bezig zijn met dieren, waar mensen vreselijke dingen mee doen in plaats van met mensen. Gelukkig is de tijd geëvolueerd.